Welkom bij de serie Een ABC van het anarchisme. In deze serie doen we een poging om verschillende concepten vanuit een anarchistisch perspectief te benaderen. Deze woorden leven echter in een complex van betekenissen, invalshoeken en analyses. Wat beschreven wordt in deze teksten omvat daar dan ook maar een selectie uit. Deze teksten dienen vooral als een introductie tot complexe onderwerpen. Waar nodig worden meerdere teksten, eventueel door verschillende auteurs, geschreven en opgenomen. De tekst die hier volgt gaat over arbeid en is geschreven door Elvi Introductie. Om onze basisbehoeften te krijgen, zullen we dingen in beweging moeten zetten. Om te kunnen eten, moet het eten immers eerst geoogst worden, en als we ziek zijn, zal iemand voor ons moeten zorgen. Dit soort activiteiten noemen we arbeid. Dat is een natuurlijk, maar ook een cultureel verschijnsel. In de middeleeuwen ging men immers compleet anders om met arbeid dan nu. Een ambachtspersoon ging bijvoorbeeld van jonge aan in de leer bij een meester om het ambacht te leren. Hij kon ervan uitgaan zelf ooit meester te worden. Daarbij was de ambachtspersoon verantwoordelijk voor het productieproces. Van de selectie van het materiaal tot de uiteindelijke afwerking. Dat is een groot verschil met de moderne arbeider, die vrijwel geen verantwoordelijkheid meer draagt en bezig is met maar een heel klein stukje van het productieproces. Het maakt daarbij niet uit of je een vaste taak aan de lopende band hebt of dat je in een restaurant werkt. Waar de ambachtsman zelf besloot hoe hij het productieproces in zou delen, worden deze beslissingen tegenwoordig door managers of zelfs de managers van de managers gemaakt. De moderne manier van arbeid maakt dat het voor veel mensen lastig is om een band te hebben met het product wat ze creëren. Daardoor zijn we een groot deel van onze levens bezig met dingen waar we geen geluk of zingeving in vinden, hoe hard we dat ook proberen. Je nuttig voelen. De meeste mensen willen graag het gevoel hebben dat hun leven iets bijdraagt aan de mensen om hen heen. Het idee dat we alleen voor onszelf arbeid verrichten wordt keer op keer tegengesproken door de werkelijkheid. We doen eigenlijk best veel voor niets, omdat familie. Vrienden of ons zelfs compleet onbekende mensen er iets aan hebben. Denk aan het zorgen voor een zieke ouder of kind, het maken van een kerstdiner met vrienden of de wegwijze aan een onbekende op straat. Mensen hebben al gauw een groter gevoel van voldoening wanneer ze een keer in de supermarkt iets voor een ander van de bovenste plank pakken dan na een hele dag van werken voor een baas. Het is ook heel gebruikelijk dat mensen die banen hebben waar ze tastbaar andere mensen helpen, relatief slecht betaald worden, maar het werk toch blijven doen. Zingeving is een veel sterkere motivator dan geld, en dat weten de baas en managers. Ze houden dan ook bewust de lonen laag van de meest zinnige banen en claimen dat liefde voor het werk al genoeg beloning hoort te zijn. Als je werk echter niet zo zinnig is, dan praten ze je vaak, cynisch, een vals gevoel van solidariteit met het bedrijf waar je voor werkt aan. Je baan zelf is misschien wel saai, maar het bedrijf wordt er beter van. Ben je daar niet trots op? Het is voor veel mensen die in een kapitalistische maatschappij wonen, en dat doet tegenwoordig bijna iedereen, niet eens mogelijk om een nuttige baan te hebben. Daarnaast moeten mensen met nuttige banen nog steeds werken volgens de wensen van managers en bestuurders. Die vereisen vaak ook saaie, dikke rapporten om het nuttige werk meetbaar te maken, maar niet zinnigs toevoegen aan de wereld. Naast onze banen zijn we vaak ook dermate moe dat het moeilijk is om de rest van de tijd met nuttige arbeid te vullen. Het systeem is zo ingericht dat een groot deel van de mensen er ongelukkig van worden. De manier waarop we arbeiden is echter een cultureel verschijnsel en dus veranderlijk. De manier waarop we nu arbeiden is niet in steen gebeiteld. Waarom doen we het op een manier dat zoveel van ons ongelukkig maakt? Hoe dan wel? In de anarchistische beweging worden er al sinds het begin discussies gevoerd over hoe arbeid anders kan. Het belangrijkste speerpunt hier is dat arbeid zo prettig mogelijk moet zijn. Er is eigenlijk maar één manier om te zorgen dat de arbeid die jij verricht voor jou prettig is, en dat is jouw controle te geven over hoe je die arbeid verricht. Misschien ben je iemand die het fijn vindt om twee dagen per week alleen in megasessies een hele lap computercode uit te werken. Of misschien sta je liever samen met de buurt in de kas vruchten te plukken. Het zijn alle twee valide manieren om arbeid te verrichten. Alleen jij kan het arbeidsproces zo inrichten dat jij er gelukkig van wordt. Wanneer hier communicatie bij nodig is, zal dat in veel gevallen relatief natuurlijk gaan. Als je met vrienden in de keuken bezig bent, heb je ook geen manager nodig die op een stoel gaat zitten en jullie vertelt wat je moet doen. Dat zou het proces alleen maar vertragen. De communicatie die nodig is om een diner te maken, komt vanzelf tot stand op een effectieve manier. Wanneer er met grotere groepen contact nodig is, kan het nodig blijken om dat in groepsverband te bespreken. Er zijn onder anarchisten verschillende ideeën over hoe dit kan gebeuren. Het belangrijkste hier is niet de vorm, maar de functie van die communicatie. Wat we in de beweging nu vaak zien, is dat hier een grote nadruk ligt op een vergadervorm waar iedereen inspraak heeft en waar iedereen ook gehoord wordt. Een vergadering mag dan ook gerust langer duren. De nadruk ligt op het vinden van creatieve oplossingen waar iedereen zich in kan vinden. Dit is natuurlijk het omgekeerde van een teamvergadering op je werk waar een manager je komt vertellen wat je moet doen en waar je weinig tot geen inspraak hebt. Een gedegen discussie zul je op de werkvloer sowieso niet snel vinden, want je dient immers productief te zijn. In een anarchistische samenleving is het juist wel mogelijk om de tijd te nemen om verschillende ideeën over het productieproces door te spreken, uit te werken en te proberen. Conclusie. Als ik denk aan hoe arbeiders zou kunnen gaan in de anarchie, voel ik altijd een gevoel van rust over me heen komen. De stress van de baas die in mijn nek hecht valt weg. En ik bedenk me hoeveel van de zinloze dingen die ik nu moet doen, niet meer hoef te doen. Daarnaast hoeven we ook niet vast te zitten aan de baan of banen die we nu hebben. Er ontstaat de vrijheid om onze weken veel dynamischer in te richten, zodat we daadwerkelijk met z'n allen samen onze wereld kunnen opbouwen. Gevoelens van zinloosheid en eenzaamheid die steeds normaler worden in de kapitalistische wereld, hoeven gewoon niet te bestaan. Nou, leuk dat je luisterde. Heb je zin in nog meer podcast? Overweeg dan ook om te gaan luisteren naar Onderstroom. Met mij, Alex, te vinden op onderstroom.red. Wat wij doen is rustige verhalen over woelige onderwerpen. Begrippen van begin tot eind. Maak je geen zorgen. We gaan het nooit over de actualiteit hebben. Nooit, nooit. Je, je gaat apart in een soort draaikolk buiten de tijd. En ik neem je mee in een begrip of een historisch verhaal. Of een zijlijn met een uh, goede vriend, die ook dan aan de microfoon is. En uh, we gaan het gewoon helemaal maken, joh. Onderstroom. Samen redden we het. Onderstroom.red.